dicht bij huis blijven is vandaag het devies. Dus ik dacht, ik blijf maar eens lekker in de Alblasserwaard, vlakbij Alblasserdam. Want daar hebben we natuurlijk ook een prachtig natuurgebied, namelijk de Donkse Laagte. Nou, ik heb daar pas over gelezen in het boek Kasper Loopt, van Kasper Jansen. Die wandelde ook door dit gebied en had er allerlei superlatieven voor. En dat is helemaal terecht, want ook, ook tijdens dit vogeltochtje heb ik weer geweldige waarnemingen gedaan. Wat denk je van de blauwborst en mijn eerste purperijger van het jaar? De rietzanger is er ook weer. Ik heb er verschillende horen en zien zingen. Ik heb een tjiftjaf gezien die bezig was om een nestje te bouwen. De groenlingen waren zo lekker aan het zingen. Een settenzanger en die heb ik zelfs nog kort weten te filmen ook. Nou, en verder natuurlijk alle vogels die je hier maar kunt verwachten. Van grutto en tureluur tot blauwe reiger, schoolekster en veel meer. Je hoeft beslist niet ver weg van huis om vogels te kijken. Het kan dus ook dichtbij. Je weet vast een mooi natuurgebiedje bij jou in de buurt, waar het ook weer niet al te druk is. Hou afstand in deze tijden. En staat de parkeerplaats nou echt vol met auto's, dan is het heel simpel. Door naar de volgende locatie. Daar niet gaan lopen, want daar is het dan veel te druk.